Als ik u zo hoor, Michel Roch, dan zegt u nou, ze mogen helemaal niet meer mekkeren. Ze hebben al 750 miljoen gekregen en nu is 460, waar hebben ze het over? Nou, dat zou ik zo niet zeggen hoor. Heb ik ook zo niet gezegd. En iedere bond... Zo kun je het wel opvatten. Nee, helemaal niet. Iedere bond moet zelfs afweging maken of ze hier hun handtekening onder zetten of dat ze blijven actie voeren. Dat laat ik ook echt bij de bonden en hun leden. Die gaan daarover. Wij niet. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid te nemen in de politiek. En die hebben we genomen toen dit kabinet na 5 jaar stilstand onder een minister Bussemaker, die drukker was met genderneutrale toiletten bouwen op het ministerie van OCW en met het slopen van de basisbeurs, waardoor er minder studenten vanuit het mbo doorstroomden naar de pabo. Dit kabinet heeft onmiddellijk geïnvesteerd. Ik ben daar hartstikke trots op. We doen nu nog eens een keer een extra stap, waardoor er zij-instromers kunnen komen, er beter opgeleid kan worden op de werkplek. Ja, ik denk dat dat heel waardevol is. En wat dat betreft ben ik daar ontzettend blij en trots op. Ja, en hoe is dat voor u bij D66, topprioriteit onderwijs? Het kan toch niet zo zijn dat de partij die het opneemt voor de leerkrachten ze nu eigenlijk zou laten vallen omdat u vindt dat het genoeg zou moeten zijn en zij niet. Hoe is dat voor u bij D66? Nee, maar iedereen die met hart voor onderwijs, die vindt ons aan zijn zijde. Ik zie wel dat er nu een akkoord gesloten is. Dat is belangrijk. Dat is weer een belangrijke stap. Ik zou liever willen dat we dan met dat akkoord in de hand nu zorgen dat er zo snel mogelijk een CAO gesloten wordt. Zodat er bijvoorbeeld ook de 285 miljoen die ook nog klaar ligt, structureel, dat die ook ingezet kan worden. Maar ik wil me ook richten op de volgende verkiezingen. Dat komt ook al heel snel. En ook dan zal D66 weer vooraan staan. En dan kunnen we ook kijken of het bedrag wat nu gerealiseerd is, die 460 miljoen, of dat ook structureel kan worden. En dat zou het wat ons betreft moeten zijn.